Dit is denk ik serieus de mooiste plek die ik ooit in een Pokémon-spel heb gezien. Yo Nintendo fans en yo Rikachu Army. Wil je ook in de Rikachu Army? Druk even op die abonneerknop hier beneden en doe gewoon een duimpje omhoog. Omdat het kan. Dan ga ik weer even een lekker spelletje voor jullie spelen. Met een nieuwe vraag van de dag. Vandaag mag ik het niet vergeten. Mijn vraag van vandaag is: welke Galar Pokémon moet nou echt nog in mijn team? Die we nu nog tegenkomen. Welke moet er echt nog in mijn team? Welke is zo tof dat jullie zeggen: die is toffer dan Orbeedil, toffer dan Surfetch, toffer dan Toxtricity, toffer dan Linoon, toffer dan Colossus en toffer dan, ja, onze brand new Rillaboom, onze mega aapjongen. Grookie is helemaal doorgeëvolueerd in een mega toffe aapjongen. In de vorige aflevering hebben we 3 nieuwe Pokémon gevangen. En volgens mij vinden jullie dat mijn team op dit moment best wel tof is. Dus ik laat mijn team op dit moment even zo. Misschien gaat het nog veranderen, maar misschien ook niet. Oké, hier staan 2 trainers. Dit wordt sowieso een duo battle. Ik ben hier naartoe gekomen in de Galar trein te rijden. Ik ben benieuwd of mijn ontmoeting met jou mijn leven gaat veranderen. Zo, dat is wel diepzinnig. Zo vlak voor een gewone Pokémon battle. Leven gaat veranderen. Curlia en, oh, Ninetales. Nou, dan heeft Rillaboom een probleem. Ik gooi even een Toxic op Ninetales. En ik denk dat we sowieso eerst even voor Ninetales moeten gaan, jongens. Ik doe even een knock-off op Ninetales. Oh, dat is best veel damage nog. Ja, Incinerate. Ja, op Rillaboom ook natuurlijk. Ja, dat doet pijn. Dat had ik wel verwacht. Hoppakee, even die Ninetales vergiftigen. En dan ben ik benieuwd wat Curlia nog gaat doen. Die doet een Psybeam. Ja, dat is ook niet fijn. Nee, dat is echt niet fijn, jongens. Och, ik heb weer echt precies 2 verkeerde Pokémon nu, hè? Dat gebeurt de hele tijd, jongen. Ja, dit zou allemaal zomaar het einde kunnen zijn. Van Toxtricity wou ik zeggen. Ja, deze Incinerate gaat. Oh, ik heb nog 1 HP over. Maar ik spark nu Ninetales. Dus het is allemaal niet helemaal slim. Curlia doet een Psybeam. Doe hem op Rillaboom dan. Oké, we overleven het. De Rillaboom nog steeds als eerst. En daarna Ninetales volgens mij. Dus het is de bedoeling dat we nu als eerst Ninetales gaan slopen. Met deze knock-off. Ja, lekker. Bye bye Ninetales. En dan als het goed is gaan we nu Curlia slopen. Terwijl 2 Pokémon ook lekker een leveltje omhoog gaan. Ja, kijk, we zijn eerder dan Curlia. Ah, dit hebben we toch nog wel lekker uitgespeeld, jongens. Ondanks dat we niet de beste Pokémon nu voor hadden staan om tegen te vechten. Tegen deze types Pokémon hebben we toch gewoon gefixt. En gaat Colosso ook nog even een leveltje omhoog. En deze chick zegt te sterk. Nou, ik moet iemand gaan zoeken die ik wel kan verslaan. Ga jij lekker iemand zoeken. Ik knal er even wat super potions op. En dan kunnen we door. Ik ben benieuwd hoor. Zijn hier nou nog meer Pokémon die ik wil gaan vangen? Deze hebben we ook nog niet, joh. Hatrum. Dankjewel. Ik hoorde je wel gezondheid zeggen achter je computer. Dus ja, ik zeg gewoon alvast dankjewel. Oké. Acid op Hatrum. Laten we gaan kijken hoeveel pijn het doet. Niet heel veel. Ik ga je nuzzelen, want dan paralyze ik je en dan kan ik je gewoon even vangen. Ik wil gewoon wel alle Galar Pokémon vangen namelijk. Nog een keer aromatherapy. Oh, nu ben je niet meer geparalyzed. Is goed, joh. Maar ik ga je toch weer opnieuw paralyze. Is dat ook goed, Hatrum? Sorry. Dazzling Gleam. Ja, die gaat pijn doen. Dit vind ik niet leuk. Not very effective. No worries. Oké, gooi me even een Great Ball. Even kijken of het lukt, jongens. Ja, oké. Gaat het goed komen? Gaan we weer nieuwe Pokémon... Oké, doe dan nog maar een keertje Acid. Hoppakee. Oké, Hatrum zit in het rood. Nee, geen heal pulse. Oh, daarmee heal je mij. Oh, dat vind ik wel aardig. Oh, dus je vindt mijn team al zo aardig dat je me gewoon gaat healen. Hé, maar dan kan je toch net zo goed in mijn team komen. Waarom doe je moeilijk? Je healt mijn team. Kom er gewoon lekker bij. Ik zeg natuurlijk niet dat ik hem waarschijnlijk toch niet in mijn team ga doen. Dat heb je niet gehoord, hè, Hatrum. Dat heb je niet gehoord. Wil je ook in een healbal dan? Vind jij een healbal leuk? Dat past wel bij je qua kleurtjes. Dat past wel goed. Oh, jij gaat ook weer net zo moeilijk doen als die vorige keer. Jullie gaan allemaal tryharden hier in het bos. Jullie gaan allemaal Great Balls opmaken gewoon. Omdat het kan. Waarom is het zo moeilijk? Ik snap er helemaal niks van. Komt dat omdat mijn Pokémon te low level zijn? Moet ik nu Colossal eruit gooien? Omdat Colossal een hoger level is. En dan het spel denkt van... Oh, die Hatrum is een lager level dan de Pokémon die hij heeft. Misschien mag ik hem dan wel vangen. Als deze bal in één keer raak is... Dan hebben we dus gevonden waarom het in eerste instantie niet lukt. Is het echt zo? Is het echt zo? Het is volgens mij echt zo. Als jouw Pokémon een hoger level is dan de Pokémon die je probeert te vangen, is het makkelijker om die Pokémon te vangen. Volgens mij hebben we dit hier gewoon nu uitgevonden. Gewoon live, hoppakee, in deze video. Waarom zou het anders zo moeilijk zijn als Toxtricity, een Pokémon met lager level, als ik hem dan niet kan vangen als ik die tegen Hatrum laat battelen? Maar Hatrum, bedankt voor het healen, jongen. Oh, mijn Pokédex heeft geüpdate. Ik wil jou geen nickname geven en ik wil jou naar de box sturen. Ik vind deze niet zo heel cool namelijk. Ik ben benieuwd, misschien vinden jullie hem wel cool. Kijk, ik zie hier een Pokéball, 2 Hyper Potions. That's always good. Oh, hier staat een mevrouwtie. Nee! Oh, ik wou niet naar beneden springen, maar er ligt toch een TM, dus dat is niet zo heel erg. Yo, maar ik vind dit wel echt een van de tofste plekken in een Pokémon game ooit. Ik vind dit zo sfeervol, dit bos. Ik vind het echt heel leuk gemaakt, dit. Oké, de volgende battle tegen Indeedee. Daar heb ik niet
hele goede herinneringen aan, jongens. Gaan we gewoon keihard volledig Spark doen? Hij doet Disarming Voice, dat is op zich prima. Hoeveel pijn doet Spark op hem? Oh, oké, okay, meer dan de helft, oké. Okay. Ah, ik weet niet hoor, met Indeedee. Ik denk niet dat hij supergoed is. Ik vroeg natuurlijk in mijn vorige video of ik die in mijn team zou moeten doen. Hij leek me heel goed, maar als ik dit dan weer zie, dan begin ik toch een beetje te twijfelen. Linoon gaat naar level 33. Ik ben super benieuwd wanneer Linoon gaat evolueren. Ik denk dat het er ook wel aan zit te komen, zo langzamerhand. Maar ik denk niet nu al. Je hebt nog een Indeedee. Heb je misschien een mannetje en een vrouwtje dan of zo? Ik heb niet echt opgelet of de vorige een mannetje of een vrouwtje was. Dit is in ieder geval een mannetje. Maar dit is wel even lekker voor alle XP, jongens. Want we kunnen de XP goed gebruiken, merk ik. Want we hebben het soms best wel moeilijk in Pokémon Battles. Ik ben natuurlijk laatst ook verloren van B gewoon. Van de gymleader van de Fighting Type Gym in Pokémon Sword. Het ging niet helemaal volgens plan in eerste instantie. En dat komt eigenlijk omdat al die Pokémon gewoon een level of 3, 4 hoger waren. Kijk deze dan! Check deze Pokémon! Yo! Morgrem! Ja, dit is de evolutie van Impidim. Deze ziet er best wel cool uit trouwens. Ik vind hem wel nice. Hij heeft lang haar gekregen. En hij doet Sucker Punchy! Ja, pijnlijk. Altijd pijnlijk, nooit leuk. Hij is level 38 trouwens. Holy crap. Oké, dit gaat goed. Dit gaat niet goed. 5 HP over. Dan moet ik hem nu vangen in mijn Great Balance. Is Toxorus die kapot, jongens. Mag ik hem alsjeblieft vangen? Oh, gaan we hem echt vangen? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk gaan we hem weer niet vangen. Ik heb ook nog maar 8 Great Balls over. Hè. Is echt niet zo heel veel meer. Ja. Kom op, jongens. Zie je, het gaat gewoon echt heel moeilijk. Waarom gaat het zo moeilijk? Ik heb ook geen Pokémon van level 38. Dus sowieso blijft dit moeilijk gaan. Ik ga nu Rillaboom eruit gooien. Maar ik denk dat het nog steeds moeilijk zal gaan. Zullen we even tussendoor een Premier Ball proberen anders? Ik denk niet dat het werkt, maar we kunnen het altijd proberen. Oh! Oh! Oké. Okay. En nu hebben we een dilemma, want ik vind eigenlijk deze Morgrem Pokémon best wel cool. Kijk dan. Het is best wel een basie hoor, dit. Hij is Dark en Fairy. Dat zou betekenen dat Linoon eruit zou moeten. Want Linoon is ook Dark. Wat ook een probleem is, is dat Linoon tijdens de nacht evolueert. Maar ik neem eigenlijk bijna altijd overdag op. Oh, ik denk dat een aantal van jullie echt boos op mij geworden. Maar weet je, het is de beste keuze, want Morgrem is ook een Fairy-type. En ik denk zomaar dat we een Fairy-type nog nodig gaan hebben in deze game. Plus, waarschijnlijk gaat mijn Zigzagoon niet evolueren, omdat ik dus, wat ik net al zei, overdag opneem. Morgrem is gewoon de beste keuze. We hebben een nieuw Pokémon in ons team. Ondertussen zet ik alle paddenstoelen aan. Laten we het een beetje licht worden hier in dit bos. Oeh, volgens mij zijn we aan het einde gekomen van het bos. Ligt hier nog een itempje? Nee. Kijk, volgens mij zijn we echt aan het einde van het bos gekomen. De camera verandert. Oeh, wat is dit? Is dit Ballonlea City? Wow, dit is zo mooi. Al die kleurtjes. Wow, dit is zo vet. Oh, kijk die Inkay vliegen daar. En ik zie een Morlul daar aan de rechterkant verstopt. Oh, dit is echt magisch. Lul. Hey, hou je eens even in. Ga nou eens niet zitten schelden naar mij. Oh my gosh. Dit is denk ik, serieus, de mooiste plek die ik ooit in een Pokémon-spel heb gezien. Kijk, die Chinchu daarboven ook op die paddenstoel aan de rechterkant. Laat me eerst maar eens even mijn Pokémon healen. Oh, en ik moet even nieuwe Pokéballs kopen. Want dit bos heeft al mijn Pokéballs opgemaakt. Oh, kijk die Grimmsnarl dan. Ja, het is wel... Het is vet, jongens. Ik denk niet dat jullie op Grimmsnarl gaan haten. Volgens mij vinden jullie Grimmsnarl ook wel cool. Oh, we kunnen meer items gaan kopen. Nou, geef eerst maar een stuk of 30 Great Balls dan. Die zijn echt bijna op. Alright, jongens. Kijk hem nou staan hier zo. Volledig solo. Elke keer als ik Granny Opal ontmoet, vertelt ze me dat ik meer roze moet dragen? Oké, het is dus toch een oma. Opal is een oma. Wat een ontzettend mooi dorpje is dit, jongens. Hier liggen nog 2 grote mushrooms. Oeh, die kon ik een paar dagen geleden verkopen, volgens mij. Evoluties zijn een beetje tricky voor Pokémon trainers. Als een Pokémon evolueert, wordt hij sterker. Maar zijn looks veranderen wel. Wil je weten hoe je Pokémon sterk kan maken zonder dat hij evolueert? Ja, is goed. Oh, we gaan battelen. Oh, oké. We gaan gewoon hier even binnen in huis battelen met Breeder Elena. Gooit een Dottler eruit. Ja, oké. Dat is nog een Dottler. Ja, ik heb dus die inderdaad een Orbeedle. En het is niet heel handig dat ik met Rillaboom tegen Dottler ga vechten. Alhoewel, ik heb wel knock-off, wat wel super effectief is. Maar als hij een Bug-type move doet, dan heb ik een probleem. Hij doet Eviolite en dan Detect. En oké, is dit hoe je sterker wordt door niet te evolueren? Oh, oké, zijn defense is best wel nice. Nu doet hij een Bug-bus. Ja, zoals ik al zei, die doet pijn. Maar nu is het gewoon klaar met Dottler. Dus zo sterk was die toch ook niet, Elena? Ik had niet verwacht dat je door Dottler's Solidity heen zou walsen. Nou, het is toch gebeurd. The secret is an Eviolite. Oh, als je die aan een Pokémon geeft die nog moet evolueren, dan worden ze defense en special defense hoger. Oeh, dat is nice. Die kan ik dan wel even geven nog aan Morgrem, denk ik. Die gaat vast toch wel door evolueren. Ik denk namelijk niet dat wij zijn eindevolutie zomaar kunnen vangen in dit bos. Heb ik nog een item die ik aan Toxtricity zou kunnen geven? Ja, deze Magnet. Daarmee worden electric moves sterker. Oh, wat een fantastisch mooi dorpje is dit, zeg. Met al die gekleurde
paddenstoelen en zo. Echt, I love it. We pakken hier TM21 rest. Daarmee gaat je Pokémon slapen, maar krijgt hij wel al zijn HP terug. Dus dat is op zich nice. Hier nog een paddenstoeltje. En daar is de gym alweer, jongens. Daar is de volgende gym alweer. En zo te zien is dit een Fairy-type gym. En daar moet je dan Poison of Steel-type moves voor gebruiken. Ja, en ik heb alleen hier Toxtricity. Die kent een aanval van het Poison-type, maar die is niet super sterk. En voor de rest ken ik niemand die een Steel-type move heeft, volgens mij. Even de moveset van Morgrem kijken. Nee, dit zijn allemaal Dark moves. Dus die kan ik sowieso niet gebruiken. We zouden natuurlijk Colossal gewoon in kunnen zetten. Surfetch kan misschien wel wat doen. Ik denk dat dit best een lastige gym gaat worden voor ons. Hey Marnie! Heb je het al gefixt? Marnie zegt, oh, je hebt al 4 gym badges. Ik moet uitkijken voor je, of niet? Morpeko die is het er zo te zien mee eens. Ja, zie je, Morpeko die is ook bewust dat wij aanwezig zijn. Marnie zegt, wacht Morpeko. Vertel je me nu dat je Rickertje wel leuk vindt? maar we hebben al een battle met hem gehad. Hij is echt een serieuze gym challenger. Maar ja, maakt niet uit. We krijgen een gymcard van Marnie. En dat is Marnie's eigen gymcard. Marnie zegt, waarom kijk je zo? Dit betekent alleen dat ik erover nadenk om je als rivaal te zien. Er zijn niet zo heel veel gym challenges meer over. Dus we zien elkaar waarschijnlijk wel in de finales. Is goed Marnie, ik heb er zin in. En dit is dan de gymcard van Marnie. Hallo, meneer de ball guy. Wat krijgen we vandaag voor pokeball van je? Een love ball. Oh, wat leuk. Die maakt het makkelijker om een Pokémon te vangen die het andere geslacht is. Nice, nou let's go. We gaan deze gym challenge doen. Let's do it. Nou ben ik echt knijter benieuwd of dit gaat lukken, jongens. Ik had misschien nog wel wat potions mogen inslaan van tevoren. Oh nee, daar is Opal. Oma Opal. Hallo. Daar ben je, mijn gym challenger. Het valt me wel tegen dat je geen... Wat? Dat ik geen roze draag? Laat me lekker dragen wat ik wil, joh. Ik ben op zoek naar een opvolger die mijn rol als gymleader hier kan overnemen. Oh, deze gym missions zijn een auditie. Oké, je moet mijn trainers battelen en de vragen correct beantwoorden. Maar bedenk goed welk antwoord je geeft. Als je fout antwoord geeft, dan gaan de stats van je Pokémon omlaag. Wat is dit nou weer? Oké, nou laten we dit gaan doen. We gaan op auditie bij Opal. Dit is The Voice of Holland. You might not believe your eyes. It's 10,000 fireflies. Of zoiets, ik ken het liedje niet goed genoeg. Oh, en nu moeten we waarschijnlijk uitkijken voor copyright claims. Let's go. Een Spritzy. Toxtricity. Ja, dus Acid is super effective. We zijn allebei level 34. Dit gaat vrij aardig. Psychic vind ik niet leuk op mijn bakkes. Dat vind ik helemaal niet leuk op mijn bakkes zelfs. Wat zijn die fairy types? Weaknesses. Oeh, ik drukte gelijk door. Ik wilde niet zo snel drukken, maar ik drukte op het goede antwoord. Poison namelijk. Oké, daar gaat Spritzy. Spritzy is kaputski. Hey, en Toxtricity gaat een level omhoog. Nice. We gaan nu te maken met Slurpuff. Nou, ga maar lekker door met Acid. Dat ging net wel aardig. Ik denk dat het... Oeh, dat ging super hard. Jij gaat ook even nep huilen. Zo'n rare aanval. Fake tears. Wie verzint dat? In ieder geval, Slurpuffy is kapot. Doei Slurpuffy, ja. Oh, en dat was al de eerste auditie. Lekker man, de eerste auditieronde ging goed. Orbeedoo level omhoog. Zijn defense is super hoog trouwens bij Orbeedoo. Kijk dan, 104. Oeh, die wil Psychic leren. Yes, dat wil ik super graag. Oké, we hebben Annette verslagen. Annette zegt, ik weet niet wat Mrs. Opal denkt, maar je hebt mijn interesse in ieder geval gewekt. Nou, helemaal goed. Kan ik ondertussen healen of niet? Nee, we gaan gelijk door met de volgende. Ik ben de tweede trainer. Let's go. Hallo Theresa gooit een Swirlix. Wat een cute Pokémon allemaal hier. Heel mijn beeld is ook roze. Nou, we gaan lekker door met Acid. Hoppakee. Cotton Spore. Why you do Cotton Spore? Hier worden we langzaam van. Vraag. Wat was het vorige trainers naam? Dat was Annette. Niet Annetta. Nice. Kijk, hoppakee. Worden mijn stats weer geboost. Mijn speed gaat omhoog. Ik heb genoeg PP voor Acid. Dus die kunnen we lekker blijven gebruiken. En dat was Swirlix. Colossal gaat nu een leveltje omhoog. Die wil Stealth Rock leren. Ah, dat vind ik ook wel fijn. Dan vergeet ik Rapid Spin. Nu krijgen we Aromatize. Ik ben benieuwd of Aromatize het ons dan moeilijk gaat maken. We zijn in ieder geval wel lekker snel met Toxtricity. Dat vind ik echt super fijn. Oh, Draining Kiss. Ja, gaat niet heel veel pijn doen. Maar die zorgt er wel voor dat Aromatize wat HP pikt voor mij. Dus we moeten nu 3 keer gaan aanvallen minimaal. Dit was nummer 2. Echoed Voice. Ja, die kan ik ook hebben. En dan is het nu klaar met Aromatize. Dan denk ik dat we wel lekker veel XP'tjes gaan krijgen voor Aromatize. Dat kan ik altijd wel goed gebruiken. Nou, het viel een beetje tegen. Geen 1 level up. Oké, dat was trainer nummer 2. Komt nu gelijk trainertje nummer 3 dan. Ja hoor, nog 1. Man, ik ben de volgende. Ik denk dat jij het in je hebt om de volgende Fairy-type gymleader te worden. Nou, dat denk ik niet. Ik denk niet dat ik de Fairy-type gymleader ga worden, Theodora. Sorry.
sorry hoor. Oeh, Morgrem. Hey, ja hoor, die hebben wij ook. Ik heb nog steeds Toxtricity niet kunnen healen. Dus ik gooi er nu maar gewoon een super potion op. En dan kijk ik wel even wat er gebeurt. Morgrem doet Draining Kiss. Helemaal top, Morgrem. Dat vind ik helemaal goed. Doe lekker je fairy type moves. Vooral geen dark type moves doen. Vraag: wat eet ik voor breakfast elke morgen? Curry of omeletten? Ik denk omeletten. Ja. Ik heb het nog goed ook. Hoe moet ik dat nou weten? Morgrem doet Flatter. Ja, dan ben ik weer confused. Dat dacht ik alweer. Oh nee, waarom doe je dit? Ik ging zo lekker. Oh, en ik ga nog steeds lekker. Want ik mag nog steeds Acid doen. Wat? Gewoon een one-shot op Morgrem? Is dit geen goede Pokémon? Ik dacht dat jij een goede Pokémon was, Morgrem. Ik heb je notabene in mijn team gedaan. Ondertussen leert Toxtricity Discharge. Rillaboom groeien naar level 37. Krijgen we nu te maken met Gardevoir. En dat laat ik eventjes aan Colossal. Omdat mijn Toxtricity toch komt. Confused is, dat is toch wel weer heel naar. Maar jongens, Gardevoir zit in de game. En ik denk dat fans daar heel blij mee zijn dat deze Pokémon gewoon in Pokémon Sword and Shield zit. Want Gardevoir is toch wel een fan-favorite van iedereen. Hoppa, Incinerate. Doet niet heel veel damage. Zullen we dan lekker Ancient Power gaan proberen? Come on, Ancient Power! Doet ook niet zo heel veel damage. Nou, weet je wat? Dan doen we het gewoon rustig aan. Gardevoir doet het ook rustig aan. Want haar moves zijn not very effective. Of zijn moves zijn not very effective. Want dit is een mannelijke Gardevoir. Mystical Fire. Ah, dat doet natuurlijk ook niet zo heel veel pijn. Nou, dit is helemaal top. Dit gaat lekker. Hoppakee. Ik zat even te kijken Incinerate. En het is gewoon klaar met Gardevoir. Het is klaar met Gardevoir. En het is ook klaar met Theodora. Ik speel dat ik een sterke trainer ben. Ik ben een acteur. Oké, man. Helemaal goed. Komen er nou nog meer uitdagers? Of was dit het? Oh, Paul. Heb ik nou genoeg auditie gedaan? Oh, zo te zien wel. Ja, kijk, we mogen door. Helemaal lekker dit. Laat ik wel eventjes gaan healen dan. Even een klein potiontje op Toxtricity en een super potiontje op Colossal. En dan is iedereen weer vol en klaar voor de battle. Maar de laatste battle met Opal om de 5e badge te halen doen we in de volgende aflevering. Doe even een blauw duimpje omhoog voor Pokémon, voor Nintendo, voor deze serie. Abonneer op mijn kanaal als je van Nintendo en Pokémon en allerlei andere leuke dingen houdt. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/WicketU en dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Oké, mazzel! Oh!